Dankzij de USB-stick kun je bestanden overal mee naartoe nemen. Ook naar plaatsen waar je even geen internet hebt, maar je bestanden wel nodig zijn. Nadeel is dat je een USB-stick makkelijk kwijt kan raken. En als je bestanden hebt die niet voor iedereen bestemd zijn, kan dit heel vervelend zijn. Gelukkig zijn er programma's waarmee je een USB-stick kunt beveiligen, zoals Granite Portable. In deze how-to zie je hoe je dit programma kunt gebruiken. Ik ben gesurfd naar Granite Portable. Dot .com. Slash je ziet dat er twee versies zijn. Voor persoonlijk gebruik is de gratis versie goed geschikt. Maar voordat je het programma downloadt, is het nodig de USB-stick die je wilt beveiligen te formateren. En dat betekent uiteraard dat alle bestanden worden verwijderd. Als je bestanden op de schijf hebt staan die je wilt bewaren, moet je deze uiteraard eerst naar elders verplaatsen. Ik heb de verkenner in beeld en ga naar de USB-stick. Via de rechtermuisknop kies ik voor Formateren. Als bestandssysteem kies ik NTFS. Ik pas de naam aan en klik op Starten. Ik krijg een waarschuwing en na enige tijd een melding dat het formateren is voltooid. De schijf is nu zeker leeg. Ik keer terug naar Google Chrome en start de download. De map Downloads is nu in beeld. Het programma is als zip bestand gedownload. Via de rechtermuisknop pak ik het uit naar de USB stick. De bestanden zijn uitgepakt. Ik start Granite Portable door te dubbelklikken op Granite Portable nu moet je een gebruikersnaam en een wachtwoord invullen. Dat moet worden herhaald. Uiteraard moet je de voorwaarden accepteren. En je kunt de computer toestaan je wachtwoord te resetten als je het bent vergeten. Deze USB stick is nu beveiligd. Rechtsonder verschijnt een grote G. Als je hierop klikt, verschijnt het Startmenu. Via de knop volt Ga je naar de digitale kluis op je stick. Hieraan kun je nu bestanden en/of mappen toevoegen of uiteraard ook verwijderen. Je ziet de map volt alleen als je je op een correcte manier aanmeldt. Via de opties kun je onder andere je wachtwoord wijzigen. Voordat je de USB-stick verwijdert, moet je de Granite Portable op de juiste manier afsluiten via het rode kruisje. Tot zover deze how-to over het beveiligen van een USB-stick met Granite Portable.